Maar dit komt net uit de brouwerij. Ja, dat is net verzegeld. Ja, ja, in de keuken gebotteld. In de keuken gebotteld. Ja, ja, dan gaan we naar de brouwkamer. Ja, ja, oké, okay, dan gaan we even kijken. Volgende gaan we even naar de Thomas van 24. Oké. Item, ja. De Haagse binnenstad. Redacteur van Ons Den Haag. Ons Den Haag? Ja, dat is een blad van de Vrienden van Den Haag. Oh, ga hier de kapel in, dat is de kapel van de broeders van Sint-Jan. Ja. En hier in 2004 is het hier neergezet. En het altaar is ook modern eigenlijk. In de jaren 80 is het zo neergezet. En als je het gebruikt, als je iedere dag zingen wij hier het getijdengebed. En bieden wij in de aanbieding. Kyrie eleison. Ja. Maar ja, ik heb alleen maar les gehad van Renaud tot elegant. Ja, dat is sterk. Onderin zie je nog de hop zakken liggen. Oh ja. Die moet ik eruit halen. Ja. En als u nog nooit... De hop in zakken? Oh. Ja. Als u nog nooit... Kijk, dat hebben wij ook. Oh ja. Dat moet ook wel eens geproefd hebben, toch? Deze... Ja, dat zou wel... Dit is dus het bier, dit is de eerste gisting. Ik brouw ook, meneer. Ja? Ik brouw bij ABC Biers. Oh ja, graag. Oh, leuk. Ja, 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 hij wil ons wel. Ik heb vorige week met Honey Porter gebotteld. Oh, wat leuk. Ja, ja. Oh, dus je weet ervan, nog een gas. Dit is dus net gebotteld, hè? Dit is dus net gebotteld, ja. Het gaat dus nog hergisten in de fles. Ja. En dan maar je proeft dus, dit heeft nog helemaal geen prik, hè? Want bier... Gist in het vat, ja. Maar ik zal het zo meteen. Oh, ik heb niet meer in de hand. Oh, leuk! Ja, samen met zijn vrienden. Dat maakt het ook echt niet.